In die kleine wagentjes met 10 mensen. En dat was gewoon verschrikkelijk mooi. Dat krinoof weer terug. Annie Emmerink is verknocht aan haar woonwagen op woonwagenkamp De Ark in Emmen. Een wagen is voor Annie vrijheid. Je kan de wielen eraan zetten en je kan er zo met wegrijden. Wat betekenen die wielen voor u? Alles. Maar toch maken steeds meer woonwagenbewoners, gestimuleerd door de gemeente, de overstap naar een huis op het kamp. Hiermee gaat volgens velen, stapje voor stapje, een cultuur verloren. Het is toch geen woonwagenkamp meer? Waarom niet? Omdat al die huizen ertussen zitten, is het toch geen woonwagenkamp meer? Maar niet iedereen denkt er zo over. Jitske Bos bijvoorbeeld. Zij heeft haar woonwagen verruild voor deze villa. Als u eerlijk bent, kijken mensen niet anders tegen u aan nu u in een huis woont? Nee, waarom? Ik zit toch op kamp? Dat maakt niks uit waar je vandaan komt, of waar je in woont. Ik heb er geen spijt van. Jitske heeft afscheid kunnen nemen van haar wielen. Maar dat heeft deze bewoonster nog niet gedaan. Het lijkt een huis, maar... Nee, dit is een woonwagen. Dit is toch geen woonwagen? Ja, dit is wel een woonwagen. Wat zit een wielen onder? Echt waar? Ja, echt waar. Maar er zit ook een etage op. Ik neem aan dat deze nooit verplaatst kan worden. Nee, dat denk ik niet, nee. Maar gewoon voor het idee dat de wielen onder zitten. Sien en haar man hebben een paar jaar geprobeerd in een huis te wonen. In de woonwijk Emmermeer. Maar zonder succes. We hebben 6 jaar in een huis gewoond. Maar mijn man is liever hier heel arm als schatrijk in Emmermeer. Dus zo werkt dat nu eenmaal. Hij kan nooit wennen in een huis. Dat gaat gewoon weg niet. Hoe was uw man in Emmermeer? Nooit thuis. Altijd hier op het woonwagencentrum. Ik heb 6 jaar lang alleen gewoond. Haast alleen s'nachts was niet. Jantje Gerrits heeft enkele jaren in dit huis op het kamp gewoond. Maar het liep uit op een mislukking. Ze had last van lekkages, schimmel, scheuren in de muren, een gaslek en opbollende vloeren. Ze is blij dat ze van de gemeente binnenkort weer in een woonwagen mag wonen. Hier voel ik me thuis. Maar hoe komt dat? Ja, hoe kan ik je daar antwoord op geven? Ja, dit is het. En Annie is het daar roerend mee eens. Ze heeft zelfs een kleine buitententoonstelling ingericht. Met eigen schilderijtjes van woonwagens. En in uw hoofd bent u af en toe nog op reis met zo'n woonwagen? Ja, daarom kan ik zo schilderen. Anders had ik het nooit kent. Maar door mijn geheugen, zeg maar, dat we er altijd in woont en zo. Kan ook wel. Nou, dat is niet helemaal perfect, maar kan ik ze wel een beetje schilderen. Eigenlijk leeft u zo nog een beetje in de tijd van vroeger? Ja, dan leef ik nog precies. En als ik ermee aan de gang ben, dan zit ik gewoon in die tijd weer terug. En dan denkt u aan uw ouders? Dan denk ik aan mijn ouders en aan mijn man en alles. Aan alles, iedereen. Die er toen van. Maar dan leef je wel gelukkig.